Dames en heren, het is 7 uur geweest. We gaan beginnen met de eerste sessie van vanavond. Oei, en het is een zware jongen. We hebben 3 raadsvoorstellen in 1 geprakt. Welkom bij deze sessie in zaken de 3 vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2, vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 3 en het onttrekken aan de openbaarheid van het Aprisco-terrein, gelegen tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan in Hoofddorp. We hebben voor deze sessie geen insprekers. Er is een hoorzitting geweest die is komen te vervallen omdat er insprekers niet waren, omdat de waarschijnlijk zienswijzen helder zijn geweest. We starten de eerste termijn waarvoor u spreektijden heeft. Probeer het bij uzelf te houden en zo weinig mogelijk aan het college te vragen dat we het debat lekker met z'n allen doen. Technische vragen houden binnen, zover dat mogelijk is. En in de tweede termijn heeft u alle ruimte om met elkaar in debat te gaan. Ben ik nog iets vergeten? Dan gaan we beginnen met het debat. En dan wil ik de VVD, meneer Blankenstein, als eerste het woord geven. Gaat u gang. Dank, voorzitter. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is de enige manier om voldoende aanbod van woningen te creëren op de woningmarkt. Daarom zijn we als VVD-fractie ontzettende voorstander van de creatie van 280 appartementen op het voormalige Aprisco-terrein, wat ik voortaan zou benoemen als het SEM-gebouw, en de creatie van 136 appartementen op de voormalige locatie van de V&D en een gedeelte van het Dick Tromplein, wat ik voortaan benoem als het Tromgebouw. De bouw van 416 appartementen is overigens niet de enige reden waarom wij als VVD blij zijn met deze bestemmingsplannen. Er wordt namelijk op de begane grond van het SEM-gebouw en het Tromgebouw ruimte gemaakt voor horecavoorzieningen en detailhandel / dienstverlening, waarbij de horeca ook de mogelijkheid krijgt om aanliggende terrassen mogelijk te maken. Door de ontwikkeling van het SEM-gebouw en het Tromgebouw creëren we dus meer sfeer en gezelligheid in het stadscentrum door het mogelijk maken van horeca op 2 mooie locaties. De VVD-fractie is daarnaast blij dat de parkeergarage die bij het Tromgebouw gerealiseerd gaat worden in de volledige parkeerbehoeften van de toekomstige inwoners en bezoekers van dit gebouw kan voorzien. Voorzitter, echter zijn deze voorstellen niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Er zijn namelijk ook zaken waar de VVD-fractie zich zorgen om maakt. Het eerste punt waar wij ons zorgen om maken is de parkeergelegenheid bij het SEM-gebouw zodra deze gerealiseerd is. Bij het SEM-gebouw is namelijk een totale parkeerbehoefte van 292 parkeerplekken berekend, waarvan er 211 voor inwoners zijn en 81 voor bezoekers en werknemers van de commerciële voorzieningen voor de begane grond. Er zullen echter maar 213 parkeerplaatsen bij dit gebouw gerealiseerd worden. En het college en de ontwikkelaar hebben afgesproken dat in ruil voor de vergoeding de toekomstige gebruikers van het gebouw gebruik mogen maken van openbare parkeerplekken. Daarom vraag ik via u, voorzitter, aan de wethouder: zijn er tegen de tijd dat SEM ontwikkeld is wel voldoende parkeerplekken in het centrum om dit op te vangen? Dan het tweede punt waar onze fractie zich zorgen om maakt, en dat is de totale parkeergelegenheid in het stadscentrum als het voormalige Aprisco-terrein aan de openbaarheid wordt onttrokken. Als dit namelijk gebeurt, gaan er 250 parkeerplaatsen verloren. In het raadsvoorstel stelt het college dat er in de omliggende parkeergarages voldoende overcapaciteit is en daarom vinden zij deze situatie aanvaardbaar. Echter is deze aanname gebaseerd op een parkeeronderzoek wat uitgevoerd is tijdens de coronacrisis in september 2020. Daarom vragen wij ons als fractie af: is deze overcapaciteit nog steeds aanwezig nu alle coronamaatregelen verdwenen zijn? En zijn er dus voldoende parkeerplekken in het centrum om het verlies van 250 parkeerplekken van het Aprisco-terrein op te vangen? Het stadscentrum moet tenslotte goed bereikbaar blijven met de auto, anders zullen er minder bezoekers komen omdat het minder goed bereikbaar is. En dit schaadt onze ondernemers en gaat ook ten koste van de sfeer en gezelligheid die we in het centrum willen creëren. Als laatste vraagt de VVD-fractie zich af wanneer het college verwacht dat er gestart kan worden met de bouw van de nieuwe gebouwen.
Dit vragen wij omdat we eerder te horen hebben gekregen dat de ondergrondse infrastructuur in de omgeving van het Raadhuisplein fors aangepast moet worden om de ontwikkeling van het stadscentrum mogelijk te maken. Voorzitter, 416 appartementen, daar zijn we ontzettend blij mee. Maar graag hopen wij ook dat parkeren goed aangepakt wordt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Blankenstein van de VVD. Dan gaan we naar nummer 2, dat is de heer Sulman van Gezond Haarlemmermeer. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Hoofddorp, stadscentrum 2 en 3, oftewel Aprisco, Sem en Trom. Veel woningen gaan er gebouwd worden op twee plekken die daar ook geschikt voor lijken te zijn. Het gaat niet ten koste van groen bijvoorbeeld, maar bij Aprisco wel ten koste van parkeerplaatsen. Nu is de verwachting dat het verlies aan parkeerplaatsen opgevangen kan worden door de overcapaciteit op andere plekken. Maar de uitkomsten van het parkeeronderzoek komen pas in het vierde kwartaal. Dus we moeten nog even afwachten of die overcapaciteit er ook daadwerkelijk is. Op het Dick Tromplein maakt de oude V&D plaats voor woningen. 190 openbare parkeerplaatsen, onder andere ter compensatie van Aprisco en uiteraard commerciële activiteiten in de plint. Zowel bij Aprisco als bij Trom geeft de ladder voor duurzame verstedelijking aan dat er behoefte is aan nieuwe commerciële ontwikkelingen, vooral in de vorm van detailhandel, horeca en terrassen. Wordt dit trouwens eenmalig bepaald bij het bestemmingsplan of wordt deze behoefte nog geëvalueerd na verloop van tijd? Het kan best zijn dat achteraf blijkt dat die behoefte er niet zo duidelijk was. Heeft dit dan nog gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen? En de behoefte vanuit inwoners en ondernemers? Handig als deze op elkaar aansluiten. Dan de rotonde Beursplein. Deze wordt drukker, maar is nu al een hotspot voor ongelukken. Nu wordt de hoofdweg Oostzijde afgewaardeerd naar 30 km per uur. En dit zou tot minder verkeer moeten leiden. Dit vragen wij ons sterk af. Maar goed, in het plan staat dat men alert blijft op de verkeerssituatie in het stadscentrum. Sowieso handig om in het verkeer altijd alert te blijven. Maar de rotonde Beursplein blijft dus een hotspot. En met de ontwikkeling van Trom zal dit niet minder worden. Is een echt grote en duurzame oplossing voor de rotonde overwogen in combinatie met de ontwikkeling van Trom? Afsluitend, voorzitter, toch nog even de vraag over hoe het eigenlijk zit met het voorzetgebouw. Wordt dit bestemmingsplan Stadscentrum Hoofddorp 4? Wanneer kunnen we deze verwachten? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Sulman van Gezond Haarlemmermeer. De volgende spreker is de Partij van de Arbeid, de heer Van Laar. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. De Partij van de Arbeid is heel erg blij met deze plannen. En de gestegen bouwkosten leiden zozeer tot meer betaalbare woningen. Dat is onverwachts, maar altijd fijn als je toch je zin krijgt op een of andere manier. Dus daar zijn we blij mee. We hebben maar eigenlijk twee punten voor het college over deze plannen. Het eerste is de nieuwe weg, de begane grond. Daarvan is ook door de winkeliers en ondernemers aangegeven, moeten daar nou nog meer detailhandel komen en commerciële voorzieningen. Heeft het college ook overwogen om daar misschien de maatschappelijke bestemming op te leggen, of voor een huisarts, een tandarts, et cetera. Want al die mensen in Hyde Park zullen toch ook een keer naar de dokter moeten. En we hebben al heel veel mensen zonder huisarts in Hoofddorp. Dus we vroegen ons af of die bestemming niet toegevoegd zou moeten of kunnen worden, zodat we die voorzieningen daar realiseren. Onze andere zorg is parkeren, maar niet het parkeren van de VVD. Want de mensen met een auto die redden zich wel. Maar mensen met een beperking hebben heel veel parkeerplekken nu op het Aprisco-terrein. En die verdwijnen allemaal. En we willen graag weten of die al ingetekend zijn, waar die nou vervangen gaan worden. Mensen kunnen vaak niet in een parkeergarage parkeren, zoals het college waarschijnlijk wel weet. Dus het zal bovengronds moeten gebeuren. Als het achter het nieuwe stadhuis gebeurt, is het wel erg ver van de winkels vandaan. Dus waar gaan deze mensen straks parkeren, vragen wij ons af. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Laar van de Partij van de Arbeid. De volgende spreker is mevrouw Koolmos van de HAP. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Vanavond bespreken we de bestemmingsplannen voor Stadscentrum Hoofddorp. Voor de duidelijkheid zal ik voor de duiding van de tekst het hebben over Aprisco of Tromplein. Juridisch helemaal dichtgetimmerd door onze overwerkte ambtenaren, die helaas moeten gaan temporiseren, laatst ergens anders. Er is wel wat planschade te verwachten, maar verder geen planologische of juridische belemmeringen. Een goede ruimtelijke ordening eist dat het een aanvaardbare woon- en leefomgeving moet zijn. En dan lezen we dat omwonenden van het Aprisco-terrein straks nog maar 1 uur en 55 minuten daglicht zullen hebben. Volgens het college is die 5 minuten overschrijding van de lichte TNO-norm prima te verdedigen, want we willen nu eenmaal meer woningen. In onze fractie was het snel duidelijk, dit is geen goede ruimtelijke ordening. Als men nu al zo makkelijk over normen heen walst, waar stopt het dan? Wat als men naar de rechter stapt? Ik ben me gaan verdiepen. Als het verschil in daglichturen meer dan 15% is ten opzichte van de bestaande situatie, heeft men een stevige onderhandelingspositie bij de Raad van State.
De woningen die het meest geraakt zullen worden, blijven onder die 15% verschil. En dus kan ik het met het college eens zijn dat er weliswaar een goede ruimtelijke ordening te verdedigen is. Maar HAP is ook van mening dat we de menselijke maat niet uit het oog mogen verliezen. Bij onze ambitieuze bouwplannen. Regels zijn niet voor niks opgesteld tenslotte. Dit geldt dus ook voor het Tromplein, waar één ondernemer ook geraakt zal worden door schaduw op zijn terras. Als lokale partij die opkomt voor inwoners en ondernemers zitten we wel in de maag met het opnieuw inleveren van parkeerplaatsen. Door het weghalen van de parkeerplekken door het Aprisco-terrein zullen we opnieuw parkeerplekken in het centrum van Hoofddorp gaan verliezen. En we herinneren het college eraan de uitgesproken woorden van de wethouder op 3 december 2020 tijdens de informatieve sessie over het stadcentrum, waarin werd gesteld dat we altijd tijdelijk een parkeerterrein kunnen aanwijzen. Ik herinner het college eraan dat de vergunninghouders van het centrum nu al niet kunnen parkeren op de beoogde plekken. Ondanks dat ook HAP wel inziet dat ruimte voor een parkeerterrein schaars is en de locatie binnenweg amper gebruikt lijkt te worden, is het nu misschien wel tijd dat de gemeente er toch meer reclame voor gaat maken. Als laatste zou HAP graag nog even toevoegen dat in het raadvoorstel van het Tromplein een impressieschets staat van het nieuwe Tromgebouw. We moesten even knipperen met onze ogen of dit niet de schets was van een nieuw datacentrum. In het voorstel stelt men dat het gebouw een markant en robuust karakter moet krijgen. Nou, die kunnen we aanvinken. Maar of het ook passend in de omgeving gaat zijn en de allure geeft die het stadcentrum nodig heeft, betwijfelen wij. We hopen dat in het uiteindelijke ontwerp er meer smoel en allure te zien zal zijn, zoals we gedacht hebben met een motie uit 2017. We denken aan meer verticaal groen bijvoorbeeld, meer kleur en meer elan, passend bij een mooi stadcentrum. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koolmoes van Hap. De volgende spreker, D66, mevrouw van der Meedberg. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, D66 is blij met de voorgenomen ontwikkelingen in het centrum. 50% betaalbaar hebben we ook gelezen, in ieder geval als het gaat over de Prisco-terrein. En wij hadden wat vragen bij nog meer horeca. Nog meer horeca. Maar goed, de studies zeggen dat het daar behoefte aan is. Dus dan zal het ook wel. Je ziet toch best wel veel horecaontwikkelingen. En ook dingen die heel snel weer weggaan of leegstaan en zo. Maar goed, het zal het gaan. We gaan het zien. Wij hebben over auto parkeren niet zo heel veel zorgen eigenlijk. Er zijn volgens mij ook nog wat vage plannen over een autoluw centrum van Hoofddorp. Maar het fietsparkeren, daar is natuurlijk geen apart beleid voor. Dus dat moet in aparte plannen, alle losse plannen worden geregeld. En daarover is eigenlijk heel weinig te lezen. Dus bijna niets te lezen in deze stukken. Dus wij vroegen ons af of de wethouder daar misschien iets over kan zeggen. Is er nagedacht over waar mensen hun fiets kunnen parkeren? Misschien zelfs wel overdekt. Of misschien zelfs wel beveiligd. Of gaat dat een stap te ver? Wij hebben de afgelopen jaren gezien dat de toch wat festiviteiten die eerst deels op het Aprisco-terrein, toen op het Raadhuisplein gingen plaatsvinden. Op het moment dat je bij Aprisco de parkeerplekken weghaalt, is er en daar een groot gebouw gaat neerzetten, is er wat weinig ruimte voor wat festiviteiten. En wij zijn benieuwd, het gaat over bijvoorbeeld Winterland, vroeger was er een kermis, nou heel vroeger was er ook nog meer live, dat soort festiviteiten, activiteiten. We zijn eigenlijk wel benieuwd wat daar. Daar gaat het stuk natuurlijk niet echt over, maar het is wel een consequentie van de ontwikkelingen die daar gaan plaatsvinden. Dat dat misschien moet verschuiven of inkrimpen of verplaatsen, zijn we heel benieuwd naar. We hebben gelezen ook de zienswijze van de Stichting Ondernemers Hoofddorp Centrum. Die heeft geen aanleiding gegeven tot het wijzigen van deze plannen. Maar er staan wel dingen in waarvan we denken, ja. We hopen wel dat de gesprekken met de gemeente gewoon voort blijven gaan en dat haar vinger aan de pols wordt gehouden als het gaat over hun belangen en maar ook hun visie. Want zij hebben natuurlijk gewoon heel veel contact met alle ondernemers in het gebied en hebben gewoon de ervaring ter plekke en waardevolle zienswijze hebben zij ingediend wat ons betreft. Ik zou nog wel graag een reactie van het college daarop willen. Nou ja, toen bij de inspreker zei ik het al. We hebben gezien dat een aantal van de bijlagen van best wel lang, sommige onderzoeken zelfs uit 2018, zijn bijgevoegd. Nou, we weten dat die ontwikkelingen al super lang duren. Ik had willen vragen waarom duurt het zo lang. En toen zei de wethouder eigenlijk kort door de bocht, het ligt aan de raad of het ligt aan de ontwikkelaars. Ik haalde uit de antwoorden, het ligt sowieso niet aan ons.
En ik vroeg me af, en dat is misschien een beetje een zijsprong, niet per se het onderwerp wat we vanavond bespreken, maar ik wil het toch benoemen. Wij horen toch best wel vaak dat ondernemers met een plan naar de gemeente komen en dat de gemeente zegt nee. Maar dat ze dan niet zeggen, maar wat dan wel? En hoe kunnen we u helpen? En dat merken we hier ook weer. En dat is een signaal waarvan ik denk, ja, dat moeten we serieus nemen en daar moeten we wat mee. Ik zie aan de voorzitter dat ik moet stoppen, dus tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel. Nou, dank u wel voor deze non-verbale communicatie in deze. Dank u wel, mevrouw Van den Meeberg. De volgende spreker, de heer Den Butter van de ChristenUnie SGP. Gaat er gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook onze fractie was blij met deze twee plannen voor Stadscentrum 2 en Stadscentrum 3. Het onttrekken van het parkeerterrein is een logische gevolg van het feit dat ze het eigenlijk tijdelijk hebben uitgeleend tot we wat gingen ontwikkelen. Dus ja, dan krijg je dit. En volgens mij is er ook al regelmatig op ingegaan wat we aan parkeermogelijkheden hebben in het centrum. Dus daar maken we ons eigenlijk niet zoveel zorgen over. Wij hadden ook een aantekening bij die voorzieningen die in beide plannen zijn gepland. De suggestie van gezond om dat toch een beetje te evalueren. En wat gaan we doen met die ruimte als het niet ingevuld wordt, zou ook de onze zijn. Maar houd dat in de gaten en kijk of dat misschien niet adaptief gebouwd wordt. Dat je misschien ook nog andere dingen kan doen. Gelijkvloers appartementen bijvoorbeeld, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Wat ons opviel in het Stadscentrum 3 is dat daar zelfs meer dan 50% betaalbare woningen worden gebouwd. Nou, fantastisch natuurlijk. Maar als ik het stuk zo lees, werd het eigenlijk een soort bijna verontschuldigend gebracht. Van sorry, we hadden afgesproken dat het 50% zou zijn. Maar dat is een minimum. Ik wil dat toch even aan het college meegeven. Dat wij er heel erg blij mee zijn dat het meer is. En dat u dat ook best wel mag vieren in zo'n stuk. En dat u niet brengt van we hebben net die 50% niet gehaald. Want het was zelfs meer. Dus vier uw feestje zou ik zeggen. De zienswijze in de stukken vonden wij afdoende behandeld. En tot slot, en dat vonden we eigenlijk wel een markant punt, de uitbreiding van de Marktpleinkerk. Heb ik niemand over gehoord. Onze fractie is daar heel blij mee. En ik sluit af, wij hopen dat dat tot zegen mag zijn van Overdorp. Ik dank u wel. Dat is een mooie afsluiter, meneer Den Butter van ChristenUnie SGP. Mevrouw Antolini van het Forum, u mag als volgende. Dank u, voorzitter. Het is een feit dat er een dringende behoefte is aan betaalbare woningen. Over de appartementencomplexen lezen we in het voorstel dat de woningverdeling onder andere 20% middelhuur betreft. Ik zou het college willen vragen wat hieronder wordt verstaan. Daarnaast wil ik het hebben over het parkeervraagstuk. Het document stelt dat het huidige aantal parkeerplaatsen behouden zal worden. Maar waar komen de parkeerplaatsen die straks worden weggehaald voor het woongebouw voor op het Aprisco-terrein? Er wordt gesproken over op termijn vervangende parkeerplaatsen. Maar dit roept nog wel veel vragen op. Kan het college hiermee duidelijkheid over geven? Ook het bestuur en ondernemers van het SOHC hebben hun zorg geuit over de voortdurende afname van het aantal parkeerplaatsen, wat een negatief effect heeft op het aantal bezoekers van het centrum. Verder in het stuk lezen we dat er onlangs een onderzoek is gedaan naar het parkeren in het stadscentrum. Het college wil hiermee inzichtelijk maken of het wel nodig is om alle bestaande parkeerplaatsen terug te brengen. Ik vrees het ergste, niet gek ook, aangezien er continu wordt gepusht voor autoluwe zones. Wat betreft de verkeerssituatie rondom het woongebouw Trom, wordt in het document voorgesteld om de hoofdweg oostzijde tussen het burgemeester van Stamplein en het Beursplein in te richten als een 30 kilometer zone, om zo het verkeer bij de rotonde te verminderen. Dit lijkt een schijnoplossing. Het toevoegen van meer dan 250 appartementen zal namelijk ongetwijfeld leiden tot een toename van het autoverkeer. Tot slot wil ik wijzen op de bezwaren die we hebben ontvangen van verontruste inwoners en ondernemers in de betreffende gebieden. Stel je eens voor dat je een huis koopt en er plotseling een megacomplex voor je deur wordt gebouwd, waardoor er geen zonlicht meer op je huis valt. Of dat het terras van je horecazaak alleen nog maar in de schaduw staat. Het is van cruciaal belang dat we de belangen van de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen respecteren, rekening houdend met de behoeften en zorgen van onze gemeenschap. Dank u. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Antolini van het Forum voor Democratie. De volgende spreker, meneer Schaap van Forza. Gaat u gang. Dank u, voorzitter. Bestemmingsplan Hoofddorp Centrum. Eerst een echt stadscentrum zal het nooit worden, ondanks de hoop van het college. Gezelligheid kan je niet creëren, dat ontstaat vanzelf door inwoners en ondernemers. De term stadscentrum past niet bij het nog best wel dorpse centrum van Hoofddorp. Blijf daarna toch van weg. Maar goed, er ligt wel een stuk met die naam voor ons, wat onder andere het realiseren van woningbouw gaat betekenen. En de bouw van extra woningen is wat Forza zeker betreft niet verkeerd. Bestemmingsplan 2 en het Prisco-terrein.
Forza maakt zich zorgen over het openbaar parkeren. In het aangenomen strategisch parkeerbeleid uit 2017 is opgenomen dat het aantal openbare parkeerplaatsen ten behoeve van het winkelcentrum niet minder mag worden. Door de ontwikkelingen waar we vanavond over spreken gebeurt dit wel, lezen we in het plan. Wie op een doordeweekse dag al een parkeerplek probeert te vinden, wens ik heel veel succes. Dat is vaak al lastig met overlast in omliggende straten van het centrum tot gevolg. Buiten de bestaande piekuren en de spits zien we al problemen op de weg. Als we weten dat we hier meer horeca en commerciële dienstverlening willen toelaten, zal de parkeerdruk en rijdend verkeer alleen maar toenemen. Wat ons betreft moeten we dus misschien het voorstel uit de integrale aanpak van 2020 herzien en in plaats van tijdelijk minder parkeerruimte inzetten om het aantal huidige plekken in stand te houden. Een voorstel misschien van hele tijdelijke aard, maar wel toepasbaar voor misschien een periode van jaar, anderhalf jaar. Het terrein van het voormalige raadhuis om daar tijdelijke parkeerplaatsen aan te wijzen. Dat staat toch voorlopig voor langere tijd leeg voordat er gebouwd gaat worden. Dan kunnen we in die tussentijd kijken naar een beter alternatief. Ik hoor graag hierop een reactie van de wethouder. Het tromgebouw. Wie is verantwoordelijk voor het aanzicht? Hoogbouw is zelden mooi, zeker in het centrum en dit enorme pandemie schrikken. Mooi is het niet en het hele Dik Tromplein verandert in een Dik Tromsteeg. Een plein is er nauwelijks meer te noemen straks en de zorgen van de horeca uitbateren al daar, snappen wij. En als daar meer horeca moet komen, is dat gebied dan nog wel aantrekkelijk genoeg voor hen om zich daar te vestigen? Ik betwijfel het. Nou, dan om meneer Butter even blij te maken. Ik had ook een stukje over de kerk. Het doel van de uitbreiding aan de achterkant is het behoud van het beschermd stadsgezicht. Toch de vraag hoezeer het stadsgezicht wordt veranderd. We lezen nergens een van de vele stukken terug of er eventuele eisen zijn. Het lijkt ons wel gewenst dat deze er komen, zodat het nieuw te bouwen gedeelte niet in een compleet andere stijl komt te staan en zo het stadsgezicht drastisch verandert. Geen moderne architectuur. Verder lees ik ook niets terug over het bevoorradingsterrein achter de voormalige Rabobank. Dit terrein met vrachtwagens en opslagplaatsen voor afvalcontainers grenst direct aan het nieuwe open terrein van Trom en de Kerk. Dit lijkt mijn scenario voor overlast voor de nieuwe bewoners van dat gebouw. Nou zijn wij zeker geen tegenstander van de te realiseren horeca en winkelruimte, maar hoe gaan we overlast daar beperken of voorkomen? Het is leuk om daar achter groen te zien en aan te leggen en daar straks doorheen te lopen. Maar als je aan het eind van je wandeling direct met je neus tegen een paar overvolle afvalcontainers aanloopt, word je daar ook niet heel blij van. Tot zover, voorzitter. Meneer Schaap, mevrouw Van der Merwerg, wilt u interrumperen? Ja, ik heb een vraag voor meneer Schaap, als het mag, voorzitter. Ik hoor meneer Schaap zeggen dat het plaatsen van vuilniscontainers voor overlast zorgt. Maar ik denk dat de containers zelf niet echt voor overlast zorgen, maar mensen die daar iets in doen. Maar dat is toch juist precies wat je wil met containers? Of vraag me even af hoe meneer Schaap daar naar kijkt. Meneer Schaap? Nou, als je dat terrein oploopt, daar staan heel vaak overvolle afvalcontainers van de horeca die zich daar tegen vooral de concourslaan bevinden. Ik ken het terrein vooral nog van toen het V&D-pand er stond. Daar heb ik gewerkt. Ik weet als je er 's ochtends naar binnen ging en 's avonds aan het eind van de dienst naar buiten ging, dat er één ding erg aanwezig was en dat was stankoverlast. En ik kan me zomaar voorstellen dat de situatie is niet veranderd. En ik denk dat er een betere manier moet zijn om te kijken waar gaan we die afvalcontainers plaatsen. Misschien een overkapping om die containers heen. Op die manier even kijken. Wat zou het beste werken dat die stank niet straks blijft als er straks 136 appartementen staan? Nog kort, liefst voor de tweede termijn, maar als u nog een korte vraag heeft. Ja, we hebben wel eens een agenda gekocht bij meneer Schaap inderdaad. Maar ik kan me niet voorstellen dat de oplossing was. Maar dat dacht ik dat hij dat suggereerde, dat er geen vuilnisbakken moesten staan. Maar ik denk niet dat je het probleem daarmee weg had. Maar ik begrijp dat hij een andere oplossing zou willen. Maar dan begrijpen we elkaar beter. Dank u wel, voorzitter. Nou, dan is die lucht al uit de lucht. Mevrouw Maat van het CDA, u mag uw eerste termijn doen. Ja, dank u wel, voorzitter. Het stadscentrum in Hoofddorp, dat moet en dat gaat anders worden. En met deze bestemmingsplannen zetten we stappen. Stappen naar een levendig en bruisend centrum. Want voorzitter, dat is nodig. Zo'n grote gemeente, en ik zie dorpen in verschillende uithoeken in Nederland die stukken gezelliger zijn dan wat wij hier in de polder hebben. Een stadscentrum waar wonen, horeca en recreatie hopelijk op een goede manier samen gaan komen. Met bestemmingsplan 2 stemmen wij in met een woongebouw met 280 appartementen. En hierbij wordt keurig voldaan aan de 50% goedkope en betaalbare woningen. Ook lezen wij hierin over een grote daktuin. Nou, sinds het vaststellen van het bestemmingsplan van het nieuwe raadhuis brengt een daktuin de nodige associaties met zich mee. Nou, we mogen dan ook hopen dat deze daktuin veelvuldig zal worden gebruikt en echt een toevoeging in deze zal zijn.
Wat wel onze wenkbrauwen doet fronsen, is dat we lezen dat er wordt gewerkt aan een visie Stadcentrum Hoofddorp. Maar we stemmen op dit moment, stellen wij dus al verschillende bestemmingsplannen vast. Dus hoe weten we dan zo meteen dat dit in de visie gaat passen en dat het allemaal mooi op elkaar aansluit? We horen het graag. Nou, parkeren, daar heb ik verschillende collega's ook al over gehoord. Dat probleem dat komt namelijk ook terug in beide plannen. En de zorg bestaat dat er te weinig parkeerplekken zullen zijn. En dat klopt ook, want we zullen het een tijdje met wat minder moeten doen. Maar als ik zo toch alle bijlages en stukken lees, dan mag ik er toch wel van uitgaan dat hier goed naar gekeken is en dat het voor nu geen grote problemen zal opleveren. Waar het CDA zich dan wel weer zorgen maakt wat betreft parkeren, is de parkeerplaats voor de bewoners zelf. Nou, de VVD refereerde daar ook al even aan. Er zijn openbare parkeerplaatsen, maar natuurlijk ook voor de bewoners parkeerplaatsen. En zijn daar voldoende van? We vinden het belangrijk dat we niet onderschatten dat men allemaal in feite, best veel mensen gewoon een auto hebben. En waar kan men dan zijn of haar auto kwijt? Nou, we hopen dat de wethouder ons hier duidelijkheid over kan geven. Wat betreft bestemmingsplan 3 stemmen we in met 136 huurappartementen en ruimte voor horecavoorzieningen en winkelruimte. En ook het CDA gaat iets zeggen over de kerk, want die wordt hierin meegenomen en uitgebreid. Nou, dat deed ons ook meteen denken aan de Witte Kerk, waar we in Nieuw-Vennep lang zijn geweest. Het is mooi dat op deze manier functies van zo'n gebouw beter worden ingezet en op deze manier blijft de kerk maatschappelijk belangrijk. Nou, voorzitter, op een paar vragen na kan het CDA niet anders zeggen dat er goed onderzoek is gedaan aan de voorkant, dat de zienswijzen goed zijn bekeken. Nou, en dat hier volgens mij goede plannen voor ons liggen. Tot zover. Nou, dat is goed om te horen. Dank u wel, mevrouw Maat. Ik heb nog 3 partijen die nog niet hebben aangegeven het woord willen voeren. Meneer Boeman, GroenLinks, gaat er gewoon. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb opgeschreven, wat kunnen we nou? Er wordt gezegd, er liggen goede plannen voor. Dat is ook voor een deel zo. We zijn ook voor een deel blij. Maar we zitten ook wel weer heel erg achteraan de hele molen. En dat is eigenlijk een punt wat ik wel wil inbrengen. Dat gaat minder over het Prisco-terrein. Want daar praten we al heel lang over. We weten al heel lang dat daar iets gebeuren gaat. Daar heeft de Raad zich nooit tegen uitgesproken. We zien allemaal dat die behoefte er is. En ook dat daar een horeca-voorziening in de plint komt. We hebben ook wel eens eerder gezegd, laten we nou goed nadenken dat we niet overal horeca inplannen, maar dat we een horeca-visie doen, dat we dingen proberen te clusteren. Op dat Raadhuisplein is dat helemaal prima. Dus wat dat betreft, Dat zien we voor ons en dat is een wens van de Raad die eindelijk in vervulling lijkt te gaan. Dat is anders als het gaat om Trom, wat ons betreft. Ik hoor een aantal fracties zich daar zorgen over maken, over de massaliteit. De hap maakt zich zorgen over hoe robuust het is. Forza zei zelfs van te schrikken. En dan denk ik, ja, dat is wel gek, want daar hebben wij 3 jaar geleden... Hebben wij de eerste plan gezien en toen hebben we gezegd, het is eigenlijk heel gek dat u de Raad daar niet bij betrekt. En toen heeft de wethouder gezegd, ja, dat komt vanzelf in het bestemmingsplan. En dat klopt, en dat bestemmingsplan ligt nou voor. Er ligt best een vrij plan voor, maar wij vinden ook, en we hadden dat graag eerder gezegd en ook graag daar eerder invloed op gehad. Wij vinden bijvoorbeeld dat die hoek bij Frenkie, die had nooit zo naar die ondernemer toe moeten gaan. Want die heeft gewoon geen terras over. Daar wordt niet in voorzien. Dat feit voorzagen we. Dat hebben we hier ook aan de orde willen hebben. Maar iedereen zei, nou ja, laten we maar wachten totdat het bestemmingsplan er is. Nu is dat er en dan zien we dat probleem. Dat is jammer. Daarvan is dus nogmaals oproep aan het college om dit soort plannen eerder met ons te bespreken. Dat we in ieder geval daarover met elkaar van gedachten kunnen wisselen van wat zijn nou die implicaties kunnen we daar, want nou, we hadden in ieder geval graag daar een andere hoek gezien en volgens ons was het ook zeker mogelijk geweest. En nu, ja, nu kunnen we het zeggen, maar nu heeft het geen enkele zin meer. Want over 2 weken stemt namelijk de hele Raad er gewoon mee in, want er ligt een plan voor en we kunnen alleen maar instemmen, denk ik. Dat zal voor iedereen zo zijn. Nou, dat gezegd hebben over de procedure, dat is eigenlijk het belangrijkste. En ik heb vanmiddag ook al gehoord dat het soms wel handig is om toch de Raad eerder bij dit soort plannen te betrekken. Omdat het niet alleen gaat over woningbouw, maar ook gewoon over een centrumvoorziening voor onze hele gemeente. En we daar ons allemaal als raadsleden erg bij betrokken voelen. Ik denk dat dat voldoende is op dit moment.
Dan kwam meneer Boerman op de seconde af. De volgende spreker, meneer De Ruiter van BVNL. Gaat u gaan. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, de fractie van BVNL is zich bewust van de noodzaak tot woningbouw om in de huidige woningnood en in de toekomstige immigratie die dit kabinet plant te voorzien. We zijn daarom ook zeker niet tegen grootschalige woningbouw. De plannen zoals ze er nu liggen, die zullen echter het karakter van Hoofddorp en daarmee de gehele gemeente aanzienlijk veranderen in de komende decennia. Ik hoop dat iedereen zich daarvan bewust is. De charme van een middelgrote provincieplaats zal plaats gaan maken voor grote stadsproblemen, nu een overloop worden van Groot-Amsterdam. Mijn fractie durft de voorspelling wel aan dat het een fiasco à la Bijlmer 2.0 wordt. We lazen er al over op Twitter. Het valt niet mee om Hoofddorp nog lelijker te maken, maar met deze plannen is het uitstekend gelukt. Naast de lelijkheid, die uiteraard arbitrair is, dat besef ik, maakt BVNL zich zorgen om de parkeersituatie. Het mag bekend zijn dat BVNL, de BVNL-fractie, niet gelooft in het beperken van parkeerruimte als middel om autogebruik tegen te gaan. Daarnaast vraagt onze fractie zich af hoe de kosten van parkeren op bewoners en bezoekers verhaald gaan worden. Blijft dat de melkkoe die het nu ook al is en gaan we daar in Amsterdam achterna met torenhoge tarieven voor de overgebleven parkeerruimte? Ten slotte nog, voorzitter, het is al aangehaald de rotonde Beursplein, die wat mij betreft de Ruiterplein zou moeten heten. Daar heb ik al eens eerder over betoogd. Dat zou prima aansluiten op de namen die meneer Blankenstein van de VVD voor de gebouwen heeft. Het is al aangehaald, die rotonde, het gaat er niet beter op worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Nou, de naam is al heel lang geleden afgeserveerd, dus daar hoef ik niet meer over te hebben. Ik heb nog één fractie die het woord nog niet gevoerd heeft. Meneer Beusenberg, wilt u het woord nog voeren? Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik zal heel kort zijn, want alles is eigenlijk al gezegd. Het enige waar de fractie van SRH zich wel druk over maakt, of eigenlijk niet druk over maakt, het is over de parkeerruimte. Want daar kunnen we natuurlijk, en daar kan het college en de gemeente een heleboel aan doen. En dat is communiceer dat er een tekort aan parkeerruimte komt. Zeker in de toekomst en aan nieuwe bewoners. Dus dat ze wellicht daar een woning gaan kopen of huren. Als ze geen auto hebben, dan lost het zich vanzelf op. Ik denk dat je dat als gemeente zijnde ook eerlijk moet kunnen communiceren. En dan kunnen we natuurlijk elkaar een worst voorhouden van ja, er zijn onderzoek over dat parkeerprobleem. Maar als je een klein beetje rekent, dan zie je dat er een tekort is. Dus ik zou zeggen, pak het op de voorhand, aan de voorkant aan, door te stellen dat er een tekort aan parkeerplaatsen is in het centrum van Hoofddorp. Ik denk dat je dan heel veel gewonnen hebt. En voor de rest, SRA is meer dan tevreden over deze plannen en dat het eindelijk eens een keertje netjes neergezet wordt. En over het plein, het raadhuisplein, daar zie ik wel zitten dat dat toch wel gezellig wordt, hoor. En zeker met een hoop horeca. Nou, dat was hem. Nou, meneer Beuzenberg, ik ben blij dat u tevreden bent. Dan zijn we door de eerste termijn heen. Eén Haarlemmermeer is niet aanwezig, dus we gaan nu naar de beantwoording en de reacties van het college. Meneer Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb behoorlijk wat fracties gehoord over parkeren, dus laat ik maar met dat onderwerp starten. Ook in de actualiteitsvraag kwam het volgens mij nog even, door een van de insprekers kwam het nog even aan bod. We hebben ook aangegeven, omdat parkeren zo belangrijk is, niet alleen voor de auto, maar ook voor de fiets, zeg ik er maar gelijk bij. Hebben we daar aparte parkeeronderzoeken voor gedaan. Maar liefst 3 of 4 keer zelfs. Het laatste onderzoek is vrij recent gedaan. Nog in april zijn er tellingen gedaan. Daarmee willen we met dat definitieve rapport na de zomer naar u toe komen. Maar al voor de zomer willen we u eigenlijk mee gaan nemen in de hoofdlijnen. Wat we zien als rode draad door die rapporten heen. Want dan kunt u uiteindelijk ook een beslissing maken over hoe we met parkeren om moeten gaan. En wat voldoende is. Is voor de ene partij een stuk minder dan de ander. Dat is politiek. Maar de tellingen zijn in die zin objectief. En wanneer is er wel of geen ruimte in bijvoorbeeld de parkeergarage, dat kun je allemaal heel objectief vaststellen. Dat hebben we ook gedaan. En op basis daarvan willen we uw raad een voorstel doen hoe om te gaan met parkeren. Dat is een deel van het parkeerverhaal. Want terecht zeggen heel veel mensen, ja, maar er wonen al heel veel mensen in dat centrum. En die hebben vaak al een auto. Dus hoe ga je daarmee om? Ook voor die mensen zal in alle waarschijnlijkheid, ook als we niets doen, gaat er iets veranderen. Want waar nu nog een parkeerterrein is, bijvoorbeeld
op het Aprisco-terrein waar straks SEM gebouwd wordt, zijn straks geen parkeerplaatsen meer. Dus ook met niets doen zal de bestaande situatie veranderen. En omdat elke wijk, of in ieder geval elke zijde van het centrum, laat ik het dan maar zo zeggen, in het noorden is dat misschien weer net iets anders met parkeren dan in het zuiden van dan de zuidkant van het centrum, gaan we ook in gesprek met de bewoners daar. En de eerste gesprekken zou ik al voor de zomer willen doen met bewoners, om gewoon aan te geven, goh, u woont nu in een gebied waar een blauwe zone is. Wij gaan ervan uit dat het verstandig is om bijvoorbeeld vergunningparkeren in te gaan voeren, omdat anders straks iedereen in uw straat gaat parkeren. Hoe staat u daar tegenover? Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat soort vragen willen we aan bewoners gaan stellen. Maar ook in sommige wijken zijn er nu misschien wel, is de mogelijkheid er om 3 vergunningen af te nemen. Misschien moeten we het doen naar 2 of 1. Dat alles moeten we in een totaal pakket aan u presenteren. En dat willen we ook doen. En de eerste stappen daarvoor zullen we al voor de zomer gaan zetten. Betekent ook iets voor de parkeertarieven. Niet in de laatste plaats, omdat je ook wilt voorkomen dat de bewoners in de wijk ontzettend veel mensen te parkeren krijgen die ze niet op bezoek kregen. Dus ja, daar moet je over nadenken. Hoe doe je dat in relatie tot die ondergrondse parkeergarages die er al zijn en die we misschien nog moeten gaan realiseren om uiteindelijk aan die parkeerbalans te kunnen voldoen. Dus daar komen we uitvoerig bij u op terug. En nogmaals, ik denk al voor de zomer met de hoofdlijnen, dan heeft u ook inzichtelijk wat het kost om een parkeergarage te gaan realiseren. Want ik vertel u erbij, dat is niet goedkoop. Want op het moment dat je hier een schep in de grond zet, dan heb je vrij snel water te pakken. En dat maakt dat ondergrondse parkeergarages gewoon best kostbaar zijn. En dat is wel een afweging die u uiteindelijk samen moet maken hoe daarmee om te gaan. En ook de fiets zit in de meest recente telling. En ook daar kunnen we dan objectief vaststellen, goh, ja, hoeveel ruimte is er eigenlijk? En is er sprake van een probleem of is dat er op het gebied van tellingen niet? Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te kijken van waar maak je allemaal fietsplekken. Want je kan op één plek heel veel voorzieningen voor de fiets doen. Maar het is heel mens-eigen om gewoon voor de deur je fiets of auto te willen parkeren. Dus dat gebeurt ook. Dus daar moeten we ook denk ik met elkaar goed over nadenken. Daarmee heb ik denk ik het meeste over parkeren gezegd. Misschien behalve het feit dat de parkeerplaatsen op het Aprisco-terrein, waar we dus niet volledig aan de wens kunnen voldoen zoals we die het liefst ook zouden zien. Dat heeft een reden, dat hebben we ook met u gedeeld. Hè. Het was of minder parkeerplekken of uiteindelijk die ontwikkeling niet van de grond krijgen. Dat hebben we ook met u gedeeld ten tijde van de anterieure overeenkomst. Datzelfde gold overigens voor de hoogte van het gebouw. Daar hadden we ook misschien liever een andere afweging gemaakt. Daar hebben we uiteindelijk wel het stedenbouwkundig beter gekregen door een eigenlijk trapsgewijs het gebouw te maken. Dus als je aan de voorzijde staat, dan zie je niet in één keer een kolos. De eerlijkheid gebied te zeggen, als ik het helemaal opnieuw mocht tekenen en we waren er niet zo lang mee bezig geweest, had ik er misschien ook wel een paar laagjes afgebeeld. Maar we hebben met de boeken open gevraagd aan de ontwikkelaar, kan het uit? En het kon niet uit en daarom zijn we op deze misschien suboptimale afspraken gekomen. Maar we hebben wel met elkaar weer een stap gezet in het woningtekort. En dat geeft uiteindelijk de doorslag. Ook parkeren heeft daar helaas toch wat onder moeten lijden. We weten ook allemaal dat er tijdelijk een tekort aan parkeerplekken zal zijn als er een bouwput ontstaat. En de vraag is, hoe gaan we daar best mee om? En dat zou ik ook in die gesprekken met de bewoners willen aanhalen. En zodra we ook meer zicht hebben in hoe u om wil gaan met de parkeerplaatsen, dan kunnen we daar definitief over gaan communiceren. Want het hangt er natuurlijk ook mee af. Wat wilt u realiseren? Forza vroeg, wilt u tijdelijk parkeerterreinen aanwijzen? Dat kan niet altijd. Hè. Neem bijvoorbeeld het Prisco-terrein, dat is niet van ons. Dus ik kan wel voorstellen, we gaan daar nog wat langer parkeren, maar daar moet de ontwikkelaar 1 wel zin in hebben. En 2, vaak gaat dat dan de bouw vertragen. Want als we nu zeggen waar het oude gemeentehuis stond, laten we daar even parkeren van maken. Dat betekent dat je er bijvoorbeeld niet voor de kabels en leiding aan de slag kan, om maar iets te noemen. Dus dat lijkt me niet zo heel verstandig. We hebben open en eerlijk gedeeld dat er naar alle waarschijnlijkheid op de pieken een tekort gaat ontstaan en dat het door de week wel goed zal gaan. Gelukkig hebben we nog de binnenweg waar wel geparkeerd kan worden, omdat we daar nog niet aan het bouwen zijn. Maar we zullen daar tijdelijk wel overlast van gaan ondervinden. En dat moeten we zo klein mogelijk proberen te maken. De VVD vroeg ook naar parkeeronderzoek in corona. We hebben nu zoveel onderzoeken gedaan. Op een gegeven moment is dat het denk ik ook. Op verzoek van de Raad hebben we nog een extra onderzoek gedaan waarin we ook het fietsparkeer hebben meegenomen. Ik denk dat het tijd wordt dat we met elkaar gewoon knopen gaan doorrakken over hoe we met parkeren omgaan en niet nog een onderzoek gaan doen. Meneer Nobel, een interruptie van mevrouw Koolmoes. Korte vraag waarschijnlijk.
Ja, dank u wel, meneer Schouten, dat ik me even mag stellen. Het gaat om de binnenweg die even genoemd werd. Ik weet het niet zeker. Ik vroeg het aan mijn collega. De binnenweg is waarschijnlijk ook betaald parkeren, de tijdelijke terrein. En ik vroeg me af of we op die manier niet wat kunnen doen. Als je dat terrein dan bijvoorbeeld gratis maakt. Want mensen willen daar niet staan, omdat het toch wat verder weg is. Op die manier een beetje de druk in de binnenstad te ontleren. Is dat een idee, voorzitter? Meneer Nobel. Je kan zeggen dat je ergens gratis mag parkeren. En dan is de kans groot dat mensen daar hun auto neerzetten. Maar dan zet ik ook even de pet van de wethouder Financiën op. Dat kost je ook gewoon. Dat zorgt er ook voor dat je die parkeeropbrengsten misloopt. En ja, het meerjarenbeeld ziet er al niet heel rooskleurig uit. Dus dat laat ik uiteraard aan uw raad. Maar los van of je dat financieel zou moeten willen, denk ik dat het verstandiger is om integraal naar het parkeervraagstuk te kijken. In plaats van dat je zegt, nou, hier willen we het gratis. Kan zijn hè, dat je dat als tussenmaatregel wilt. Maar ik zou dat wel in zijn geheel afwegen. Mevrouw Komus, kort. Nou ja, 3 december 2020 heeft u toch toegegeven dat er altijd ruimte is voor tijdelijke parkeerplekken. Dus vandaar dat ik dacht, ik geef hem aan u. Andere plekken zie ik ook niet hoor. Als ik naar Google Maps kijk, zou het ook niet weten. Maar u hebt het wel gezegd, we kunnen altijd tijdelijke parkeerterreinen aanwijzen. Ik hoor geen vraag. Dan ga ik even naar mevrouw. Bent u dat met me eens? Meneer Blankenstein, u had ook een hand opgestoken. Ja, dat klopt helemaal, voorzitter. Ik begrijp zojuist uit de woorden van de wethouder dat er een tekort zou komen aan de parkeerplekken op het moment dat de Aprisco-terrein aan de openbaarheid wordt onttrokken voor de tijdelijke situatie. Echter staat er in het raadsvoorstel van de onttrekking van de openbaarheid aan het Aprisco-terrein dat er voldoende overcapaciteit is om het op te vangen. Dus welke van de twee is het? Meneer Nobel. Ja, voorzitter, uiteindelijk in het stadscentrum zullen er wel voldoende parkeerplekken zijn. Maar gezien alle bouwontwikkelingen zullen er momenten ontstaan waar er in de pieken een tekort is. Dus gemiddeld genomen zal je daar geen last van hebben. Want die grote parkeergarage onder het Van Stamplein, daar is, en dat zal ook wel uit die onderzoeken blijken, dat is al een aantal keer eerder ook in de raad geweest, daar is nog wel voldoende ruimte. Maar er zal gedurende de bouw, zeker op bepaalde plekken, ja, of je moet wat verder lopen. We hebben ook een afstandsnorm met elkaar afgesproken. En dan zul je zien dat er op bepaalde momenten ja, misschien toch een tekort is in de piek, zeg ik erbij. Maar ook dit is denk ik iets wat we op het moment dat al die rapporten er zijn gewoon met elkaar moeten bespreken. Ik wil u daar voor de zomer al vast een eerste inkijkje in geven. Omdat ik ook echt met de gesprekken wil gaan starten met de bewoners. En mevrouw Komus heeft helemaal gelijk. We kunnen een plek aanwijzen. Ik geef alleen aan, dat is niet gratis als we dat doen. En ook als we bijvoorbeeld in een bestemmingsplan ruimte reserveren om te zeggen, nou, we willen het toch nog steeds mogelijk maken om bijvoorbeeld op de binnenweg een parkeergarage te realiseren. Dat is nog steeds een mogelijkheid. Ik weet wel overigens dat de bewoners zeg maar destijds hebben gezegd, nou, we willen niet een grote parkeerbak, maar wel woningen. Dat is ook nog een overweging die speelt. Dus het kan wel, maar aan alle aan al die vragen zitten ook voor's en tegen's, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat u dat goed integraal moet afwegen. En ook als u meeneemt dat aan de overkant bij de fruittuinen en de Piratenwijk bijvoorbeeld sprake is van een blauwe zone. Ja, dat kun je niet los van elkaar zien. Dus daar moeten we echt denk ik in één keer een klap op geven. Maar goed, dat gaat nog komen. Meneer Beuzenberg had een Ja, dank u voorzitter. Ja, even inhakend op mevrouw Komus van de HAP. Meneer Beuzenberg, we zijn nog niet aan het debat begonnen. Dus ik wil graag verduidelijken haar vraag naar de wethouder toe, voorzitter. Gaat u gang. Ja. Mevrouw Komus had het over gratis parkeerplaatsen. Maar je zou het natuurlijk ook goedkope parkeerplaatsen kunnen creëren. Want ik zie waarschijnlijk toch wel dan een probleem met oog op. We hebben een prachtig mooi winkelcentrum. En daar komen heel veel mensen van buiten Hoofddorp ook winkelen. Dat we niet onszelf in de voet gaan schieten door te weinig parkeerplaatsen te creëren. Dat onze ondernemers daar last van hebben. Dus misschien wellicht is dat iets om over na te denken. Vindt u niet, wethouder? Ongetwijfeld. Mevrouw Antolini heb ik ook gezien voor een interruptie. Ja, dank u voorzitter. Ik had een vraagje over de wethouder geeft aan dat er is een onderzoek dus geweest over het aantal parkeerplaatsen en of het allemaal nodig is om die allemaal weer opnieuw neer te plaatsen, zeg maar. Maar dat onderzoek, de resultaten daarvan, die worden gedeeld met ons voor de zomer. En ik neem aan dat wij dus dat niet krijgen voordat we deze stemmingen hebben. Klopt dat? Meneer Nobel?
Dat klopt. En dat is eigenlijk ook, een aantal van u refereerde daar ook aan, van ja, we komen nog met de visie en ondertussen gaan we wel door. Ja, je kan ervoor kiezen om te zeggen, nou, we gaan eerst alles integraal met elkaar afwegen en in de tussentijd bouwen we niets. Ja, dat doen we niet. Maar om dan ook maar meteen antwoord te geven op de vraag van, wordt er wel rekening gehouden met de visie? Ja, maar zoals bijvoorbeeld de hoogte van het SEM-gebouw, ja, in de visie hadden we dat liever anders gezien. Maar je moet ook in de tussentijd wel doorgaan met bouwen. En daar komt dan soms bij dat je helaas ook compromissen moet sluiten. Niet helemaal krijgt wat je wil, dat doen we zo min mogelijk. Maar ja, helaas moet dat soms toch. En of dat nou parkeren is, of de hoogte, of het groen. Daar proberen we zo min mogelijk compromissen over te sluiten. Dat heeft u zojuist ook gemerkt hoe we daar tegenover staan als ontwikkelaars. Gewoon aan heel veel van uw eisen niet voldoen. Helder, meneer Nobel. Meneer Boeman. Nou, dank u voorzitter, maar mijn punt was net meer een punt van orde. Laten we het debat dadelijk doen en laten we nu het hebben over drie plannen en niet over het parkeren, want dat doen we echt op een ander moment, wat ons betreft. U bent me net een stapje voor. Meneer Nobel, wilt u nog verder met uw betoog? Ja, want ik heb nog wel wat vragen openstaan. Ik was al bang dat het parkeren is niet voor niets een apart onderwerp. De VVD vroeg nog, het stadscentrum moet goed bereikbaar blijven. En dat zijn we als college helemaal met de VVD eens. En daarom willen we ook niet alleen in de visie die er nog aankomt, maar ook voor het hele parkeervraagstuk ervoor zorgen dat mensen niet te lang hoeven te zoeken. Daarvoor hebben we eerder ook bij u geld aangevraagd om een parkeerrouteringssysteem mogelijk te maken, een zogenaamd PRIS-systeem. Zodat als je met de auto naar dat centrum komt, dat je dan heel snel weet, daar kan ik hem kwijt en dat die kwaliteit daarmee ook geborgd is. VVD vroeg ook, wanneer is de start van de bouw? Ja, dat hangt natuurlijk ook af. Gaan mensen in bezwaar en beroep en hoe ziet het er allemaal uit? Maar laten we nou eens ervan uitgaan dat het allemaal heel gunstig verloopt. Dan zou SEM in 2025 startbouw zijn en TROP 2024. Een aantal van u vroeg ook naar horeca. En hebben we misschien niet iets te veel horeca in de plannen of in de bestemmingsplannen mogelijk gemaakt? Zal ik stoppen of even afmaken? Nou, waar gaat u een tripje over, meneer? Over parkeren, voorzitter. Volgens mij was het wethouder daar doorheen door dat blokje. Ja, dat denk ik ook, ja. Kunnen we die even vasthouden voor in debat? Of, Even parkeren. Nee, het ging over de parkeren voor mensen met een beperking. Want de wethouder heeft het over tijdelijk een tekort en iets verder lopen. Het is allebei geen optie voor mensen met een beperking. Dus is er nou gegarandeerd dat er in de tijd voldoende parkeerplekken zijn voor mensen met een beperking in het centrum? Laatste vraag over parkeren. Rechte vraag, inderdaad. En dan willen we ook bij het nieuwe parkeerbeleid, maar ook in de tussentijd wel rekening mee houden. En je kunt natuurlijk met de beperkte plekken die er zijn, ook op maaiveldniveau, juist voor die doelgroep kijken. Ja, hoe zorgen we daarvoor? Want inderdaad, die hebben vaak niet de keus om heel ver te lopen. Dus ja, daar hebben we oog voor. Even kijken, de horeca vroeg een behoorlijk aantal partijen, onder andere Gezond Haarlemmermeer. Maar ik geloof ook D66 zei van ja, we weten het niet. Een eerlijkheid gebied te zeggen, ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet is dat ontwikkelaars altijd met de vraag komen, mag ik ook vierkante meters commerciële voorzieningen toevoegen? We hebben op dit moment nog geen stadsvisie waarin een beslissing nemen over hoe moeten we omgaan met de horeca, waar willen we dat doen? En we zijn nu ook met een horecaondernemer zelf in een aantal deelgebieden in gesprek van ja, hoe ziet u dat eigenlijk voor zich? Want dat kun je heel streng doen, namelijk met een vergunningensysteem. En dan zeg je gewoon, diegene die een vergunning heeft, mag horeca voeren. En pas als er iemand zegt, ik stop ermee, kun je een nieuwe vergunning uitgeven. Dat is het meest gereguleerde. Of je zegt, nou, iedereen die horeca wil starten, die mag horeca beginnen. En dat moet je dan mogelijk maken in je bestemmingsplannen. Ja, of een tussenvorm. En ik denk dat het goed is om, ook als die stadsvisie er ligt, dan ligt dit ook voor. Dan kun je ook met elkaar afspreken om het te gaan evalueren. Maar dat is het moment om daar ook een knoop over door te hakken. En ik denk dat het heel relevant is dat we wel echt gebieden gaan aanwijzen van daar vinden we het wenselijk. En of je dan met een vergunningensysteem of niet, dat laat ik dan nog maar even in het midden. Ik vind het ook belangrijk dat de horecaondernemers zichzelf daar zelf een uitspraak over doen. En ook bijvoorbeeld de SOHC, want die participeert daar ook in mee. En dat is dan maar gelijk een bruggetje naar de SOHC. Van, ja, wat vindt u van hun zienswijze? Die heb ik uiteraard met veel belangstelling gelezen. Het is wel zo dat de SOHC ook zienswijze heeft ingediend die niet zozeer toezien op de bestemmingsplannen, maar meer gewoon ja, een brede constatering zijn over wat er bijvoorbeeld gebeurt met parkeren in het centrum. Maar daar hebben we goed contact mee. Zoals gezegd, ze zitten bijvoorbeeld ook bij de deelgebieden waar we participatie op voeren. En
ik deel hun zorg ook wel over het parkeren. En daar gaat echt veel veranderen. Dus daar moeten we met, elkaar vanaf het begin scherp op zijn. En een van die zaken is dat PRIS-systeem. En dat is echt nodig om ervoor te zorgen dat mensen goed van A naar B kunnen komen. Dus ja, we hebben daar denk ik al de juiste stappen gezet. De Partij van de Arbeid vroeg zich af, hoe zit het aan de nieuwe weg? Kunt u dan niet maatschappelijke voorzieningen bijvoorbeeld toevoegen? We hebben er heel bewust voor gekozen om dus wel horeca bij het SEM-gebouw toe te staan. Omdat we bij het gemeentehuis, wat tegenover de... Nou ben ik even de naam kwijt. Het zorgcentrum. Ja, dat was... niet het zorgcentrum. Waar is het, een zorgcentrum? Medipoint. Ja, ik weet wel hoe het gebouw heet. Medipoint zit. Is logisch om daar eventueel ook bijvoorbeeld een huisarts te hebben, zodat die zaken bij elkaar in het gebied zitten. En er zijn ook andere plekken waar we wel dus die maatschappelijke voorzieningen hebben toegevoegd. Ja, toevallig op deze gebouwen niet. Maar ja, als in de toekomst, en dat was een vraag van de SGP, blijkt dat er te veel horecaruimte is gecreëerd en daar geen behoefte aan is, dan hebben we aan ontwikkelaars aan de voorkant meegegeven, zorg er nou voor dat je die ruimte makkelijk weer kunt ombouwen en dat we daar in het bestemmingsplan eventueel ook ruimte voor kunnen maken naar bijvoorbeeld woningen. Meneer Boerman, heeft een interruptie voor u. Ja, dit vind ik wel wat makkelijk gaan, want ik snap heel erg dat we op het Raadhuisplein zeggen, daar willen we horeca, dat is natuurlijk een belangrijk deel van het SEM-gebouw, maar als je het hebt over de nieuwe weg, dat is gewoon ook nog steeds een weg, daar rijden. Daar rijdt nog verkeer. Het lijkt me niet handig om daar veel horeca te hebben. Ook omdat die overkant ook geen horeca heeft. Maar. Dus ik vond de vraag heel terecht van de Partij van de Arbeid. Kunnen we daar niet gewoon maatschappelijke voorzieningen doen? Want dat lijkt me daar echt een betere plek. Meneer Van Laar. Ja, voorzitter, of in ieder geval toestaan in het bestemmingsplan. Zodat als het gewenst is, dat het dan gewoon kan. Zonder dat we daar weer opnieuw 3 jaar over hoeven vergaderen. De nieuwe weg ligt inderdaad in het verlengde van alle bestaande apotheek. Dus dat is een prima plek voor aanvullende zorgvoorzieningen. Volgens mij is daar nu geen horeca ingetekend, maar winkels. En daarvan zeggen juist de winkeliers, van daar hebben we volgens mij al genoeg van. Dus ja, als dat leeg komt te staan, waarom dan niet aanbieden aan een huisarts die dringend op zoek is naar ruimte? Meneer Nobel. Ja, ik hoor wat u zegt. Ik geef ook aan van, we hebben andere in andere bestemmingsplannen in de buurt hebben we daar wel ruimte voor gemaakt. Het gaat natuurlijk niet alleen om horeca, het gaat ook om detailhandel. Ik denk dat dat op dit moment niet van toegevoegde waarde is. Daar komt ook bij. Uiteindelijk moet een ontwikkelaar er ook wel heil in zien. Want anders dan, ze vragen niet voor niets een mix aan. Het is niet voor niets alleen wonen, anders dan komt op een gegeven moment ook... het risico wordt dan voor hun te hoog als ze te veel inzetten op wonen. Of als zij denken, die maatschappelijke voorziening in dat gebied gaat niet lukken. Dus het is niet alleen vanuit de gemeente gestuurd wat willen we. We hebben uiteindelijk ook wel de markt nodig om het te realiseren. Ja, en dat is een balans. En ik denk dat we met elkaar wel wat meer over die balans moeten gaan zeggen in de visie van het stadscentrum. Dat komt nog. En ik begrijp ook dat het vooruitlopend daarop ingewikkeld is om toch al beslissingen te nemen. In de ideale wereld hadden we misschien 15 jaar geleden met elkaar al die stadsvisie moeten maken. En dan had je nu prima kunnen zeggen, dat hadden we daar bedacht. Maar goed, zo is het niet gegaan. Ondertussen staat de wereld niet stil. Meneer Van Laar heeft nog een vraag aan u. Ja, voorzitter, ik kan het betoog van de wethouder goed volgen. Maar als we alleen een bestemming toevoegen en niet de commerciële bestemming eraf halen, maar gewoon dat het allebei kan op die plek, dan heeft een ontwikkelaar daar toch niks tegen. Dat verhoogt de waarde van zijn vastgoed alleen maar, lijkt mij. Ja, dat klopt. Alleen als je ergens anders wel de maatschappelijke voorziening hebt toegestaan en daar heb je dus ook afspraken over gemaakt, dan betekent dat voor die ander dat misschien het maatschappelijk vastgoed daar niet komt. En dan heb je wel weer een probleem, want dan had je van tevoren bedacht, misschien in de buurt van Medipoint bij het nieuw te bouwen gemeentehuis in de buurt, daar zou het dan wel kunnen. Dus er is wel al, dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen, daar is echt over nagedacht. Dus ik zou, ik geef ter overweging, wees daar ook terughoudend in. En ik denk dat het geëikte moment om daar met elkaar in brede zin iets over te zeggen in die stadsvisie zal zijn. Even kijken, parkeren voor invalide, maatschappelijke voorzieningen. De SGP wilde dat ik meer feestjes zou vieren. En dat, toch ChristenUnie, ja. SGP. ChristenUnie, SGP, excuus. Ja, nu noem ik de SGP en niet de ChristenUnie. Het is, Maar ik hoop dat ik het goed kan maken met de kerk waar we toch mogelijk hebben gemaakt dat zij kunnen uitbreiden. Mooi plan. Ik ben ook blij dat Forza zegt van we hebben eigenlijk wel gewoon die welstandsnota en beeldkwaliteitsplannen nodig om ervoor te zorgen dat dit soort kwaliteit bewaakt blijft. Want ik hoorde uw fractievoorzitter aan het begin van deze vergadering zeggen,
ja, we moeten toch echt eens met elkaar een sessie hebben over waarom we al die beeldkwaliteitsplannen en welstandsnota's nodig hebben. Nou, die hebben we nodig om dit soort kwaliteit te bewaken. Dus ik denk dat die sessie dan niet meer doorgaat, omdat we allemaal het belang daarvan in kunnen zien. Ik vroeg me, even kijken, de Forum voor Democratie vroeg zich af, hoe zit het met de parkeerplekken, waar komen die terug? Nou, ik denk dat het goed is om met elkaar nogmaals daar dan over gedachten van te wisselen tijdens het parkeerverhaal. De SOAC hebben we veelvuldig contact mee. Het afval vroeg Forza zich nog af, hoe zit dat dan? Dat gaat stinken en dat willen we allemaal niet op straat. Dan ben ik op zich helemaal met Forza eens. En daarom zeggen we ook tegen ontwikkelaars, zorg ervoor dat je dat inpandig oplost. Het afvalprobleem is überhaupt iets waar we ook in de participatie en in de visie van het stadscentrum naar willen kijken. Van, goh, zouden we dat op een meer integrale manier kunnen doen? Maar ja, één, dat zal kostbaar zijn. En twee, er staat ook al heel veel gebouwen. Dus hoe ga je dan bestaande pandeigenaren ervan overtuigen? Nou, we moeten toch iets anders met elkaar doen. Dat is best wel een operatie. Even kijken, GroenLinks vroeg, ja, de raad meer betrekken. Ja, dat willen we dus bijvoorbeeld doen met zo'n visie stadcentrum. Maar het is niet de eerste keer dat u bijvoorbeeld over het Tromgebouw spreekt. Hè. In de intentieovereenkomst kunt u erover spreken. In de anterieure overeenkomst kunt u erover spreken. En ik handel naar de kaders die de raad mij geeft. Dus als u zegt, ja, dat gebouw is te hoog, dan hadden we andere kaders zeg maar moeten stellen. Nou, dat zal voor een deel ook voorgelegd worden in die visie. En dat is dan ook een moment om te zeggen, nou nee, dat vinden we eigenlijk te hoog, dat willen we niet. Het is wel heel ingewikkeld, zeg ik er maar bij, als er toevallig een ondernemer zit, dat je dan zegt, nou we doen even een hapje uit het gebouw. Dat rekent meestal niet zo fijn voor een ontwikkelaar als je zegt, nou daar moet even een stukje uit. Dus ja, dat zal hier niet anders zijn geweest. Amsterdamse tarieven, vroeg BVNL zich af, maakt u zich geen zorgen, er komen hier geen grachtengordeltarieven, maar het parkeren zal wel duurder worden. Tenminste, de raad kan ook zeggen, we houden het op de huidige lage tarieven, maar dan wordt het financieel wordt het een kostbaar verhaal, want maaiveld parkeren is nu helemaal goedkoper dan ondergronds parkeren. Meneer Nobel, meneer Boeman wil nog even iets vragen nu. Ja, even een opmerking. Mijn opmerking was in de eerste plaats misschien ook wel een oproep aan de raad. Van we hebben het eerst gezegd en net bezaak gezegd. Het is niet zo makkelijk om een hapje te nemen uit het gebouw. Maar het ging ons niet alleen om die ondernemer aan de overkant. Het gaat ons ook om, doe nou een logische looproute het centrum in. Mensen, dat is de entree van het centrum, veel mensen lopend. En hebben we daar als gemeente nou voor voldoende oog voor logische looproutes? Nu moeten ze een hoek om. En er zijn heel veel plekken waar een hoek is afgerond. Dat was daar ook heel logisch geweest. Ja, daar ben ik met de heer Boerman eens. En dat is ook iets wat we dus in die visie terug willen laten komen. Het is wel een gebouw met juist rondingen. Precies om de reden eigenlijk die u voorstelt is het geen blok. Dus ja, daar wordt echt wel naar gekeken, stedenbouwkundig. En ja, vaak betekent dat voor de ontwikkelaar dat het gebouw duurder wordt. Maar dat zijn wel vaak punten waar wij op eisen op stellen. Onder andere in de beeldkwaliteitsplannen en noem het maar op. Dus dat doen we. En ik denk dat het goed is om bij die visie daar langer bij stil te staan met elkaar. Geen Amsterdamse parkeertarieven kan ik BVNL dus geruststellen. Scheveningen, ja, dat is ook niet goedkoop inderdaad. D66 vroeg naar fietsparkeer, heb ik het over gehad. Activiteiten in het centrum heeft D66 ook naar gevraagd. Ja, daar hebben wij natuurlijk ook het in het college over gehad. Wat betekent dat nou? Hè? Tijdelijk, in ieder geval voor meer live zal het natuurlijk iets gaan betekenen. En waar kunnen we het dan wel doen? Dat hangt helemaal af van de omvang van de activiteit. En waar op dat moment nog ruimte is. Maar in ieder geval voor meer live is het best ingewikkeld. Meneer de Ruiter, een interruptie. Ja, voorzitter. Misschien mag ik de wethouder een tip aan de hand doen. Volgens mij is er onlangs al over gesproken, maar gaan we dat niet in het peperdure honkbalstadion doen, dit soort evenementen? Meneer Nobel? Nou, de wethouder evenementen zit naast me, dus ik stel voor dat als zij weet waar het gaat plaatsvinden, dat ze er ook maar meteen antwoord op geeft. Maar het heeft niet heel veel van doen met de bestemmingsplannen die hier voor liggen. Maar ik weet niet of ze... Niet zo hard. Nee dus. Even kijken, de zienswijze heb ik het over gehad, ondernemers met plannen. Ik heb het idee dat ik er redelijk doorheen ben, voorzitter. Ik kijk even rond of er nog vragen openstaan. Mevrouw Koolmoes. Ja, voorzitter, een vraag die ik indirect in mijn bijdrage heb gesteld aan het college, als mijn computer ook meewerkt.
We hebben het gehad over het daglicht, dat we daar toch net over een grensje heen gaan. Het is wel zo dat in de bestaande situaties ook niet veel daglicht hebben, dus het scheelt echt heel weinig. Ook op het geluid zitten we weer op een grens. En ik vraag me toch af of we de menselijke maat niet aan het verliezen zijn met deze ambitieuze bouwplannen. En ik verzoek het college ook om echt bij elk plan ook naar de buren te kijken, te blijven kijken. Dank u. Reactie, meneer Nobel? Ja, dat laatste altijd. Hè. En het blijft ook een belangenafweging. En ik gaf al eerder aan dat de ontwikkeling van ZEM, dat we op toch een aantal terreinen niet helemaal hebben gekregen wat we wilden. Het heeft ook gewoon mee te maken dat dat plan al ontzettend lang voortsleepte. Het is van de ene ontwikkelaar verkocht weer aan de andere ontwikkelaar. En dan op een gegeven moment kom je voor de keuze te staan. Blijft dit de komende 40 jaar een winderig parkeerterrein? Of ga je toch over tot de bouw van appartementen? En daar hebben we voor gekozen. En nogmaals, als die paar verdiepingen minder, die je idealiter misschien zou willen, er niet zouden staan, dan was ook dat bezonningsverhaal goed gekomen. En in een ideale wereld had ik daar graag ja tegen gezegd. Maar die keuze lag niet voor. Helder. Meneer Van Laar heeft nog een vraag. Ja, voorzitter, meer een verzoek. De wethouder zei dat er goed is gekeken naar dat maatschappelijk vastgoed en dat er een analyse is gemaakt hoeveel er nodig is. Die ontvangen wij graag, want in eerdere debatten is altijd gezegd dat dat er niet is. En we weten dus niet precies hoeveel huisartsen we nodig hebben over 5 of 10 jaar en waar die zouden moeten zitten. Maar ik ben blij te horen dat dat er dus wel is. Dan ontvang ik het ook graag en anders overwegen wij een motie op dat punt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Laar. Ik kijk nog even rond of er nog vragen openstaan. Meneer Nobel. Ja, ik heb het niet gehad over een analyse. Ik heb gezegd dat er ruimte is gemaakt in bestemmingsplannen om het elders te doen. Ik weet niet, de wethouder vastgoed zit naast me, maar die analyse die ken ik in ieder geval dan niet. Maar het is wel zo dat we na hebben gedacht van waar kunnen we maatschappelijke voorzieningen toestaan. Dat hebben we dus in andere bestemmingsplannen hebben we dat wel mogelijk gemaakt. Maar een analyse, dat... U zei er is goed naar gekeken, er zijn afspraken gemaakt en nou, als we hier dus iets toevoegen, dan zou het anders leeg komen te staan elders. Blijkbaar heeft u reden om aan te nemen dat dat zo is. Dus daar moet een onderzoek onder liggen, denk ik dan. En of het was gewoon... Hey, de kans, dat denk ik. Ik denk dat sprake is van een spraakverwarring. Op het moment dat je op meerdere locaties maatschappelijk toestaat, terwijl je eerder hebt gezegd bijvoorbeeld tegen een ontwikkelaar, nou we doen bij u geen detailhandel, maar alleen maatschappelijk, dan loop je het risico dat uiteindelijk diegene die nog maar de keuze had om op 3 plekken maatschappelijk voorziening neer te zetten, heeft nu de keuze om dat op 6 plekken te doen. Die gaat dan niet zitten op de locaties die je in eerste instantie daarvoor bedacht had. En dat maakt dat er dan op die plek geen maatschappelijk komt en diegene heeft niet de bestemming bijvoorbeeld detailhandel. En dan zit die ontwikkelaar daar, die gaat daar last van hebben. Dus zo bedoelde ik het. Dus als je overal alles toestaat, dan loop je in het risico dat het overal zeg maar net niets is. En ook met zo'n visie willen we juist ernaartoe van heel bewust nadenken. Nou, hier willen we horeca, daar willen we detailhandel, daar maken we maatschappelijke voorzieningen mogelijk. En dat hebben we dus ook al, niet in deze bestemmingsplannen, maar wel in andere bestemmingsplannen, hebben we wel maatschappelijke voorzieningen mogelijk gemaakt. Dus zo heb ik het in ieder geval bedoeld te zeggen. En bij mijn weten is er geen analyse, onderliggende analyse. Dat is een helder verhaal, meneer Nobel. Wil mevrouw Cedee iets zeggen nog? Ja, even over het onderzoek naar huisvesting van huisartsen. Ik heb een opdracht gegeven om te inventariseren van hoeveel huisartsen komen er in de toekomst. Wie gaat er blijven? Wie wil met pensioen? Degene die met pensioen gaat en aan huis bijvoorbeeld praktijk heeft, die wil in zijn huis blijven. Dus dan heb je eigenlijk geen praktijkruimte meer over. Dus dan moet een nieuwe huisarts eigenlijk weer ergens anders. Willen we dat graag in een gebouw waar ook de fysio zit en de haptonoom en zeg maar een zorgverzamelingsgebouw, als ik het zo even mag zeggen. Dus we hebben een enquête uitgedaan naar de huisartsen in de gemeente Haarlemmermeer om te kijken van wat zijn die plannen dan. Het is lastig. Die enquête invullen duurt ongeveer 1,5 uur, want we willen toch heel veel informatie. Het duurt even voordat we alle antwoorden krijgen van alle deelnemende huisartsen, voor zover ze willen deelnemen. Niet iedereen wil dat natuurlijk. En we zijn aan het kijken naar ons eigen maatschappelijk vastgoed om te kijken of er misschien ruimte is in de toekomst of op zo snel mogelijk termijn, als er behoefte aan is aan huisvesting voor huisartsen onder andere. Het probleem is dat maatschappelijk vastgoed en commercieel ondernemerschap, want een huisarts is natuurlijk een ondernemer, dat wordt best een lastige zaak. Maar we doen ons best, we zijn aan het kijken en inventariseren.
Meneer Nobel. Sorry, voorzitter, tot slot, omdat ik de raad niet wil informatie wil ontnemen. In 2018 is er een scan gemaakt, een voorzieningenscan. En die heeft u toen ook met een stedenbouwkundig kader gezien. Als u daar behoefte aan heeft, kan ik die opnieuw, die scan met u delen. Dat is eerder ook al met u gedaan. Dus er is wel eigenlijk ook wat mijn collega al aangeeft, globaal wel gekeken naar waar zouden we welke bestemming zien zitten. En dat zullen we verder vormgeven in de visie. Kan ik opnieuw met u delen, dat is geen enkele moeite. Maar dat is een document van 5 jaar geleden, begrijp ik. Is dat nog? Meneer Boemen? Ja, sterker nog, het lijkt mij handig, om het zo maar te zeggen, als het college toch met die visie komt, om daar de stukken die daaronder liggen ook te blijven doen. Dus de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen, de behoefte aan horeca, de behoefte aan detailhandel. Is dat te veel gevraagd? Dat is wel fijn om dat in kaart te hebben, namelijk. Meneer Nobel? Nou, voor mij niet. Het is heel makkelijk om copy-paste te doen. Maar ik weet dat er wel eens raadsleden zijn die zeggen, er zitten ontzettend veel stukken bij. Ik kan u op een briefje geven. Als we alle relevante stukken voor het stadscentrum bijvoegen bij de visie, die ongetwijfeld ook best wel wat pagina's telt, dan gaat u door de boom het bos niet meer zien. Ik denk dat dat niet verstandig is. Maar ik laat het er nu. Als u zegt, ik wil dit wel, ik zie in ieder geval mevrouw van der Meenberg van D66 heel hard nee schudden. Want dat is een van die raadsleden die wel eens zegt, het is wel erg veel. Dus dat zou ik niet meteen adviseren. Nee, we gaan geen rondje maken. Nee. Ik kijk nog een keer rond voor een laatste vraag. En dan vraag ik of er behoefte is aan een stukje tweede termijn, verduidelijking, debat. Of zijn we zover dat we zeggen van nou, het zijn 3 gigantisch mooie plannen. En daar kunnen we gewoon mee door. Kijk, voor mij is het prettig dan. Kan ik ook aan mijn bakje koffie weer. Nee. Nou, ik ben blij te zien dat het zijn heldere stukken waarschijnlijk dan. Dus we gaan hem afronden. Kijken of ik de afrondende tekst kan vinden. Volgens mij hebben we genoeg hierover gesproken. Er zijn geen vragen waar de portefeuille schriftelijk op terugkomt. Dus volgens mij kunnen we door naar de stemmingen op 8 juni. En ik dank u voor uw aandacht en voor uw debat. En tot de volgende keer. Ik sluit de vergadering. Dank u wel.